Hi Steenbok, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 7. Dat is van maandag 10 februari tot en met zondag 16 februari. Het is aan de kaartenschutter om te kijken wat deze week voor de boogschutter gaat brengen. Nou, lijkt de boogschutter alsof je heel erg met de toekomst bezig bent. Alsof je allerlei mooie plannen voor jezelf hebt bedacht en hele mooie ideeën hebt, inspiratie hebt. En dat lijkt je dan ook heel erg graag naar de buitenwereld te willen laten zien. Dit betekent overigens naar mijn idee wel dat je iets ouds moest gaan loslaten. Maar ideeën zijn zo prettig dat je daar eigenlijk heel vrij snel aan voorbij gaat. Je gaat het gewoon doen en je merkt dat het goed is voor je groei. En dat stukje verdriet of het afscheid nemen, hè, dat moet je ook eigenlijk maar zo zien dat niet alles tegelijk tijd kan. Je hebt echt het idee dat je heel erg je droombeeld aan het nastreven bent. En wat is nou mooier dan dat? Hè? En dat het dan misschien betekent dat je even wat minder van iets kan doen wat je ook heel erg leuk vindt. Dan moet je echt wat meer naar de toekomst gaan kijken. Want je merkt het op het moment dat je gegroeid bent. Dan kan je ook zeker dat stukje wel weer gaan oppakken wat je misschien denkt dat je nu helemaal los moet gaan laten. Maar het is nu een tijd om keuzes te maken en je lijkt het eigenlijk ook heel goed aan te voelen en heel goed te weten welke kant je op gaat. Dit was weer een korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.